Psalm 121. Nul kruisen, nul mollen. Het lijkt op een toonander van C. Deze. Toch is het niet het geval, want het is geen ionische psalm, maar een hypomyxolydische psalm. Eigenlijk hoort deze toonander erbij. Dat is niet de toonader van G zoals wij die kennen, want die gaat zo. Dit is hypomyxolydisch. Maar dit mag je weer vergeten. We beginnen met een G-akkoord. Linker sprong in de linkerhand. Ik kan er dus voor kiezen om de tweede keer als ik een C speel, het akkoord in de linkerhand om te keren. En dan vervolgens weer de C in de linkerhand, het C-akkoord om te keren. Een G-akkoord in de linkerhand zorgt weer voor een flinke sprong. Ik kan het G-akkoord ook omkeren omlaag. C-akkoord in de linkerhand. Eerste omkering in de linkerhand. G-akkoord in de linkerhand. Weer de eerste omkering van het C-akkoord in de linkerhand. En weer een omkering omlaag van het G-akkoord in de linkerhand. Let op, kan niet, dus een omkering in de linkerhand. Let weer op, dit moet je voorkomen. Dus je keert het G-akkoord linksom, omlaag. Weer op, dit keer ik om, links. Oh, wat een lelijke sprong. Nu kan ik een ander maniertje gebruiken, namelijk twee akkoorden in één toon van de melodie. Hier zie je dat één toon van de linkerhand samenvalt met de melodie. Dat kan. Dat mag. Weer een omkering links.